Oké, okay. Dag Tom, proficiat met je finale plaats voor Mr. G Vlaanderen 2015. Ik ga je nu even kort enkele vragen stellen. Wat was het mooiste moment van de afgelopen weken? Oh, ik heb met het werk een skireis gewonnen in Oostenrijk. En dat was eigenlijk all inclusive, het eten, het skiën, skipakken en ook de après-ski, dat natuurlijk heel leuk was. Met 14 verschillende landen daar naartoe geweest en elke avond toch wel goed gefeest, om het zo te zeggen. Ja. Oké, okay, en dan misschien een stoute vraag. Wat is je slechtste eigenschap? Oh, ik kan ongelooflijk koppig zijn. Ja, als ik iets in mijn hoofd heb, dan zal het ook zo gebeuren. Oké, okay, en dan een laatste vraag. Om bij weg te dromen, wat zou je doen als je de lotto zou winnen? Oh, eerst en vooral zou ik mijn huis kopen. Een auto of twee. Drie misschien. Verder zou ik ook goed op stap gaan met vrienden en zo. En de wereld bezoeken, hè. Overal een beetje cultuur opsnuiven. Hoe het uitgaansleven overal is. Ja. Oké, okay, en dan heb ik nog twee heel korte vraagjes. Wat zou je kiezen, een hond of een kat? Een hond. En waarom? Een hond is een veel gezelliger dier om mee te leven, vind ik. Oké, okay, en dan een laatste. De zee of de Ardennen? Dat is een moeilijke. De Ardennen, omdat ik een chaletje wel leuk vind. Maar de zee, omdat je daar dan weer zon en strand hebt. Dus, ja. In de Ardennen kan je ook skiën natuurlijk. Ja, maar ik heb nooit gezegd dat ik goed ben in skiën. Oké, okay, dankjewel. Bedankt voor dit interview, Tom.